Kijk hoe mooi het weer is, Corneel. Schandalig eigenlijk, hè. Goh. Wat een leven. Prachtig, dat is het, jongens. Prachtig. Eindelijk lesvrije. Eindelijk een week geen school. Eindelijk geen deadlines, geen examens, geen taken, geen e-mails. Niks. Ik heb echt geen zin in bier. Ik heb zo zin in een frisse Fanta of zo. En ik wil slapen. Maar mijn neef wil op. Die vrouw pakt een pint, jong. Voilà. Dat is groepsdruk, hè. Aangezien dat Corneel en ik samen op kot zitten, dus eigenlijk al samen leven, is dat soms wel een beetje heftig als we nog een keer op vakantie gaan ook. Want dan zijn we echt 24/7 samen. En dan merken we wel allebei dat zo soms een beetje te veel wordt. Laatste dag. Op zich nog zin in, maar het is wel goed geweest. Het is goed dat de laatste is. Ja. Als we het niet hard gevonden hebben, mochten we vandaag van naar huis gaan zijn. Applaus. Wauw. Wow. Het hoeft niet, het hoeft niet. Ik heb niet tijd gehad en ik heb ook eigenlijk niet de financiële mogelijkheden om mij nu zo een skivakantie te permitteren of zo. Ook al lijkt dat leuk, maar ik ben wel blij om hier te zijn. Aan de kust, dat is wel nog een vibe. Zie hoe mooi dat is. Underrated. Sommige goed genoten worden op vakantie en die genieten daarvan. Maar ik geniet hiervan. Ik ben nu ook heel blij om thuis te zijn. Even weg van Gent, het chaotische stad. Even mijn eigen omgeving. We gaan naar de film en het is hier super mooi. Dat is iets anders dan de Kinopolis in Antwerpen. Ik bedoel, de Kinopolis in Gent. Maar 5 euro. Mijn grootste uitgave hier. In België kan ik mezelf echt goed inschatten qua hoeveel ik moet drinken en zo. Maar dan kom je in Lissabon. En dan zijn die cocktails daar 5 euro. Like, dat is echt gedoemd om te mislukken. Om de sfeer erin te houden. Dat is echt handig. Ik kan gewoon even kijken wat hij er is. Als ik hem nodig heb. Ik ga wat kiezen. Ik moet Duits leren. En nu ben ik gesommeerd om te gaan helpen. Toen ik toekwam in Berlijn, wou ik ergens wel graag een lief of zo. Ja, ik wou je wel graag iemand ontmoeten. En dan een reden hebben om hier te kunnen blijven. Dan zou ik de stad nooit helemaal achter me laten. Hallo. Hallo. Hey. Huppla. Oh, is het. Kijk. Is it going well? Or not? Nee. Ik heb wel een beetje moeten leren om mijn ideaalbeeld te laten varen. Want ik weet nog, mijn eerste week hier in Berlijn zei ik tegen mijn vrienden: That's the kind of Berlin man I'm gonna take home. En zo een lange Duitse architect met een cool accent. Ich stechen. No. Ich stechen. Can't you get your words? Frühstück. Het bleek dus dat mijn crush hier in Berlijn uit Chili komt en ook een Erasmus-student is. Dus geen Berlijnse architect. En dus vind ik dat een klein beetje spijtig dat hij in Berlijn is, want Joachim kent de stad totaal niet. You tried your... if they don't... Yeah. Yes, you're going to pass. Nice. With my help, you are. Yeah. Like last week it was really shit, but now you're better. Thank you. Oh my... Het is echt een cutie, maar ja, lange afstandsrelatie met Chili had toch al niet worden, hè.
aan zijn Duits. Echt fucking slecht.